vandaag zitten we met de camera in de keuken van Adriaan Salomé. Koningsstraat, een mooie plek. En zij maakt heel bijzondere dingen. En daar gaan we vandaag naar kijken. Adriaan, hoe omschrijf jij jouw kunst? Het is beeldende vorming met textiele materialen en in dit geval wol wat verveeld is. Het verveelten gaat eigenlijk door warm water en zeep en wrijving, waardoor die wol, die uit, als je hem onder een microscoop bekijkt, hele kleine schubjes heeft en waardoor die in elkaar gaat klitten. Door de warmte en de zeep gaat die openstaan en door de wrijving gaan ze aan elkaar klitten. En als je dat proces van het verfilteren, wat een tijdje duurt, goed hebt gedaan, dan krijg je dat ook niet meer los. Dan krijg je een stof die niet meer terug kapot te krijgen is. Dus dan heb je een hele stof gemaakt van die wolvezel. Nou, een wol komt natuurlijk van het schaap. En elk schaap, net als elk mens, heeft zijn eigen soort haar. De een is heel krullerig en de andere is heel strak en langharig. Zo heeft dus elke wolvezel zijn eigen fijnheid. En elke wolvezel ook zijn eigen geschiktheid om mee te kunnen filteren. En dat is waar je dan gebruik van maakt bij het filteren. Dit is waar ik veel mee werk, is al gewassen en gekaard. En dan hoef ik dat hele proces van schoonmaken en kaarden en netjes bij elkaar brengen, de knopen eruit halen, niet meer te doen. Dus dat is voor het beeldende proces eigenlijk prettig. Wil niet zeggen dat ik niet gebruik maak van de ongewassen wol, want daar hou ik ook van om te zoeken naar verschillende schapenrassen en daar vachten van te kopen en daar dan mee te filteren. Je gaat dus echt naar de schapenboer? Ja, ja. En het liefst in de buurt, maar ook wel eens verder weg. Mm-hmm. Maar hier in de buurt is er iemand die Shetlandvachten heeft en dat is deze. Die heeft een hele fijne krul, hele fijne structuur in de haar. En daar ben ik benieuwd mee wat ik daar nu mee ga filteren. Maar je gebruikt niet alleen wol, er is meer. Ja, dat klopt. Ik gebruik er ook zijde bij. Zijde, en met name zijde, omdat het een eiwitvezel is. En wol is ook een eiwitvezel. Dat betekent dat je wol en zijde samen in één verfpad kunt stoppen en met dezelfde eiwitvezelverf kunt verven. En dat is voor mij een hele leuke, bijzondere kracht geworden. Het strooien met verfpoeder op het verfbad, op de wol, waardoor die verf in het verfbad gaat mengen. Ons programma heet Camera op Kunst. Vind jij wat jij maakt kunst? Ja, dat is zeker kunst. Want zodra je de techniek beheerst van het filteren, kun je de stap verder zetten. Kun je gaan beeldend vormen. En daar gebruik je dan de wolvezel voor, die jezelf de kleur geeft. Daar zit altijd een beetje verrassing bij van wat doet het? Rood, geel, blauw. Maar ook iets van jezelf. Je strooit ook bewust rood, geel en blauw. Dus het is een beetje van mij en een beetje van het verfbad. Mm. Het blijft een verrassing. Het blijft een verrassing en daar hou ik ook van. Mm. Om die speling te hebben tussen wat je zelf kunt doen en de verrassing. Zo vind ik ook dat het filteren ook altijd een beetje een verrassing geeft. Je legt een heel mooi vlak neer van al die mooie kleuren wol. En die tussenfase van het neerleggen van die wol, die kun je niet vasthouden. Maar het is zo prachtig. Dus dat kun je alleen vastleggen door foto's te maken. En daarna ga je het verfilteren. En dan krijgt het weer een hele andere structuur. Dan gaat hij in elkaar klitten.
En dan is het toch ook weer een beetje een verrassing van hoe gaan die kleuren door elkaar heen met elkaar samenwerken. Hoe komt het door de zijde heen? En daar kan je blij van worden. Dat stukje verrassing en een stukje wat je zelf erin hebt gelegd, hoe mooi dat kan worden. Dat het klopt. Dat het klopt, ja. En er gaat natuurlijk wel een proces van ideevorming, ontwerpen, proeven maken. Kijken of het effect wat je wil bereiken, wat je in je hoofd hebt, ook uit te voeren valt. Het verven. Want één zo'n doek is helemaal met al het materiaal in één verf wat geverfd. Dus dat is ook in één keer heeft hij die blauwe en die rode en die groene kleur gekregen. En dan het legproces en het verfilten en dan kijken of het inderdaad uitgekomen is wat je in je hoofd hebt gehad van tevoren. Ja. Altijd dus verrassingen. Altijd ook verrassingen. Ja. Je maakt wandkleden, tafelkleden of nou ja, hoe je het maar noemen wil. Ik noem ze filtijnen. En filtrages. Hmm. Het zijn eigenlijk luxe bekledingen voor het raam. En eigenlijk gaat het steeds een stapje verder naar kunst voor het raam. Of zoals in de kamer te zien is als room divider. Achter een bank, voor een werkhoek. Maar het is duidelijk een stapje meer dan alleen maar vitrage of gordijn. Kunst, kunst, kunst dus. Kunst, ja. Voor het raam. Ja. Ja. Maar je maakt ook kleding. Ja, dat klopt. Daar ben ik eigenlijk mee begonnen. Nou, eigenlijk ben ik begonnen met het gewoon leren filteren. En dan moet ik heel lang teruggaan, want mijn moeder is ook heel erg bezig geweest met alles wat met textiel te maken heeft. En ik heb het haar nog eens gevraagd. En in de jaren 70 sponnen we alle wol en verfden we alle wol. En plantaardig verven, fluiten, kruiden, uien, schillen. Daar deed ik altijd aan mee, want dat vond ik prachtig. En toen, weet ik nog, hebben we ook de eerste sloffen geveeld. Ja, en dan ga je naar school en je gaat een studie volgen. En ook daarin heb ik veel van mijn moeder geleerd, want ik ben de Academie Minerva gaan doen in Groningen. En dan voor docent textiele werkvormen. Mm. Dus die opleiding heb ik gedaan. Ook daarin zijn we een tijdje bezig geweest met experimenteren met het filteren. Alleen hadden we waarschijnlijk wol die nog niet zo heel erg goed filte. Dus het heeft me in die tijd niet echt zo gepakt als nu. Maar ik probeerde wel van alles uit. Rietjes erin om vormen te kunnen maken of ijzerdraad. En omdat ik er iets mee wilde. En ja, dat bleef een beetje bij experimenten. Daar ben ik eigenlijk afgestudeerd met zeefdrukken op zijde en met monoprints. Dat wil zeggen in het jaar dat ik nog vrij kunstenaar erachteraan heb gedaan. Mm-hmm. Dus ik heb van allebei een beetje. Ja, en toen ben ik gaan lesgeven een tijdje aan een school voor mode en kleding. En daar ja, ben je dus eigenlijk meer kledinggericht ook bezig. Ook met textiele werkvormen en allerlei technieken. En kostuumgeschiedenis en kunstgeschiedenis. En toen kwamen er een aantal kinderen. Dus toen had ik wat minder tijd om lekker creatief bezig te zijn. Maar nou is de jongste alweer wat ouder en kan zichzelf wat verder redden. Dus nou heeft ook weer onder invloed van mijn moeder heeft ze me bij het landelijk viltcontact gebracht. Daar was zij al weer begonnen. Mm-hmm. En die zei, dat is net wat voor jou, dat is net wat voor jou. Dus daar ben ik mee naartoe gegaan en dat vond ik ook erg leuk. Maar tot dan toe had ik eigenlijk altijd naailessen gegeven, hè, van kleding. En dan ook met name weer de bijzondere kleding, bijzondere dingen.
waar iets meer van jezelf in zit dan alleen maar een patroon namaken. Nou, en door dat filtercontact kom je weer in aanraking met heel veel mensen die echt gaan voor het filter. En op een gegeven moment, ergens is de omslag gemaakt dat ik er ontzettend graag mee door ben, wilde gaan. En uiteindelijk heb ik zowel bij mijn moeder in haar atelier workshops gegeven. En ondertussen bedacht van, nou, dan gaan we hier verbouwen. En dan ga ik hier mijn eigen atelier maken en workshops geven. Mm. En nu kan ik er niet meer zonder. Adrian, als ik het goed begrijp, dan is dit jouw derde jasje wat je geprobeerd hebt en de eerste waar je tevreden over was. Ja, dat klopt. Omdat de wol zo ontzettend krimpt, heb ik de eerste twee jasjes niet goed gedaan. Want daar kon ik met mijn armen niet meer in de mouwen. Maar deze, je wordt steeds wijzer. Want je berekent de krimp en dan meet je de omvang die je hebben wilt. En dan bereken je hoe groot je mouw moet zijn. Want dit is een ruimtelijk werkstuk die zonder naden aan elkaar is gevild. Er zit dus helemaal geen enkele genaaide naad in. Het is puur in elkaar gevild. Kun je de mouw laten zien? Ja, zeker. Van dit jasje is dit de mal geweest. Een mal die gebruik je waar je de wol oplegt. Je trekt hem in plukken. Je legt hem erop. En je zorgt dat het oversteekt. En als je het dan nat maakt, dan kan dit randje straks naar de andere kant omgevouwen worden. Zodat je een verband hebt tussen de voorkant en de achterkant. Heel simpel uitgelegd is dit. Maar het in praktijk is een stuk ingewikkelder om dat allemaal goed te doen. Mm-hmm. Daarvoor maken mijn cursisten om te beginnen bijvoorbeeld deze tas. Een tas. En een wat. Dit is de mal die voor die tas is gebruikt. Gewoon een handzamer formaat. En dat is dan ook in een dag klaar te krijgen. Want zo'n jasje, daar ben je meer dan een dag mee bezig. Dan vind ik het nog snel. Ja, dan, maar dat is ook pittig werken hoor, dat is hard werken. Hmm. Dit is een jasje van alleen wol. Hmm. Twee lagen wol. Deze laag, de zomerse kant, heeft allemaal blauwen. En deze laag, de herfstkant, heeft allemaal bruinen en paarsen. Hmm. En dat is ongeveer zo'n 30% gekrompen. Als we dan dit jasje bekijken, dan zit daar zijde bij. Daar heb ik de wol op gelegd. Dat kun je aan de binnenkant zien. Dat is waar de wol zit. Hij is helemaal bedekt geweest, de mal, met de zijde. En daar heb ik de wol op gelegd en dan met die kleuren gespeeld. Waardoor dat dus ook weer een meer kunstzinnig jasje wordt. Je hebt je aangesloten ook bij de Lola, hè? De weekendgalerie. Ja, bij de Stichting Ateliers Apeldoorn. Mm-hmm. Ja, dat is ook sinds kort. Het is echt duidelijk nu de kinderen hun eigen weg vinden dat het nou weer helemaal ontploft, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Ja. En kunstroutes, markten, doe je dat soort dingen ook? Ja, ik ben kort geleden in Losser geweest op een kunstroute. Daar was ik voor gevraagd, dat vond ik erg leuk. En ik sta op kunstmarkten met diverse kunstenaars, zodat er een heel gevarieerd aanbod is. En dat is ook erg leuk om er mee te doen. En dat was in Nooit Gedacht bij Assen in de buurt. En straks in augustus weer in Uggelen. En nog weer een keertje in Losser. En komend weekend in Hellendoorn. Dus je moet echt de boer op nu? Ja, we gaan echt de boer op. We hebben ondertussen een woonbeurs gehad in Groningen. Om te zorgen dat deze kunst voor het raam en interieur ook wat in die richting
meer bekendheid krijgt. Merk je nu dat mensen denken van, oh, dit is nieuw en dit is mooi en dit wil ik hebben? Ja, ja, zeker, ja. Ja, ze vinden het, wat ik tot nu toe gehoord heb, inderdaad mooi, vernieuwend. En denken meteen ook al in hun eigen huis van, oh, die muur daar, daar zou ik die heel mooi vinden. Maar ze moeten altijd nog eventjes nadenken. Want het is natuurlijk handwerk en het is niet goedkoop. Dus er moet even over nagedacht worden. Kan ik me zo voorstellen. Ja. Dat is met alle kunst natuurlijk zo. Ja, dat klopt. Ja. Maar wel voor jaren. Ja, dat is wel de bedoeling. Als je er goed op past en goed voor zorgt, dan kan je er jaren plezier van hebben. Je hebt het een en ander hier op tafel gelegd. Kun je daar iets van vertellen? Nou, filten is iets wat je van jong tot oud kunt doen. Toen mijn dochter 2 was, stond ze al met haar handjes in het sop, lekker te schilderen met wol. En daar zijn dit bijvoorbeeld voorbeelden van wat kinderen kunnen doen. Wat ik trouwens ook doe met kinderen op het speciaal onderwijs, de Prinsenhof. Daar kunnen ze het als keuzevak kiezen. En dan maken we ook een schilderij van wol. En ook in de brede scholenverband geef ik workshops met kinderen. Nog steeds lesgeven dus? Ja, dat lesgeven, dat, ik vind het ook heel fijn om het over te brengen op anderen. Dus of dat nou in, voor kinderen is, op de brede school of lagere school, of hier in mijn eigen atelier, waar ik ook workshops geef, maar dan meer aan volwassenen. Ja, dat blijft iets leuks. En ik zou ook heel graag zien dat in het onderwijs, of het nou lager onderwijs is waar je eigenlijk moet beginnen, of voortgezet onderwijs, dat er wat meer aandacht zou zijn voor handvaardigheid. En dan in de ruimste zin van het woord. Daar ben ik erg voor, ja. Dus ik ben nog maar net begonnen. Goed. Ja. Nou, we zullen nog veel van je horen, denk ik, in het Apeldoorns en veel van je zien. Wij wensen je heel veel succes. Dank je wel. Dank u wel.